India naar de Farmers Exhibition. Gezellig met Annette en David in een overvolle bus. Ongeveer anderhalf uur rijden. Ja, we gaan dus één of twee dagen naar een Farmers Exhibition om nieuwe plannen en ideeën op te doen voor het landbouwproject. Het is gezellig druk in de bus en broekje heet, maar dat mag toch niet. Doei! Nou, ik bestel een vegetable burger. En het is letterlijk een vegetable burger. Wat tomaat en sla op een broodje. Geweldig. Zo, in Jinja aangekomen en accommodatie opgezocht voor David en Annette. Even lekker gegeten en nou, ik slaap vanavond bij vrienden hier in een heerlijk bedje. En er is een warme douche, dus ik kan lekker mijn haar wassen. Is ook wel weer tijd. Altijd smerig na zo'n warme busrit tussen de zwetende Oegandese. En, oh, ik kijk er echt naar uit om straks lekker naar mijn bed te gaan. En morgen ben ik erg benieuwd naar de exhibition. En ja, zien we dan wel weer. Nou, ik zit even lekker te genieten met een bakkie thee in de prachtige tuin. Van de vrienden. We hebben een zalige nacht gehad. Na de heerlijke warme douche. Lekker mijn haar kunnen wassen. En ik ga zo meteen David en Annette ophalen. Dan gaan we richting het terrein waar de Farmers Exhibition is. Ik hoop dat we daar veel nieuwe ideeën op kunnen doen. En een beetje kunnen netwerken. En ja, genieten van de dag. Misschien aan het eind van de dag nog eventjes naar de oorsprong van de Nijl. Want het is toch wel een erg mooi plekje. En ja, laten we er gewoon een hele leuke dag van maken. Annette en David slapen in het Jinja Delight Motel. Ziet er allemaal super gezellig uit. Mooi bed, prachtige nachtlampjes ernaast, heel sfeervol. Bed en breakfast. Nou, dat breakfast kunnen we wel vergeten. Dat is dus niet included. Ze zitten nu in een ander restaurantje lekker te ontbijten. We hadden in principe om 9 uur afgesproken, maar het is inmiddels 9:30. We hebben niet echt haast, maar ik heb eigenlijk wel heel veel zin om te gaan. Nou, ze hebben allebei een goede nacht gehad. Ik heb nog even lekker nu net gewandeld door Jinja. Ik zal jullie even laten zien hoe de kamer er wel uitziet. Totaal anders dan op het mooie plaatje. Maar zolang er een bed is en een goede wc mogen we niet klagen. Kijken of er stroom is. Dat is ook altijd maar de vraag. Kijk eens aan. We missen alleen de gezellige bedlampjes. Zo. Eindelijk mijn broodje kaas. Heerlijk. Ik ga er ook echt van genieten. Zo normaal in Nederland om gewoon voor je lunch of ontbijt een broodje kaas te hebben. Maar hier is het pure luxe. Dus ik ben heel blij met mijn broodje kaas. We lopen al de hele dag over de terrein te struinen. We hebben al van alles gezien, van bananenbomen tot kippen en koeien. En, het is lekker druk. We doen heel veel nieuwe ideeën op. En ik heb goed genetwerkt voor een pindakaasproject, misschien voor de jeugd. Dus dat zou geweldig zijn. Nou, we nemen het er nog even van. En straks moe maar voldaan terug naar het hotel. I'm Ugandan, real African. You know what I'm talking about.